Ik ben op zoek naar inspirerende verhalen. En ik denk dat jullie zo'n verhaal hebben, want jullie zijn in Vietnam geweest. Met de opleiding middenkader engineering technicus zijn we met 7 studenten naar het noorden van Vietnam geweest. Hebben wij een kleine lagere school opgeknapt. Wat was er dan zo slecht? We kwamen in de eetzaal. De elektra was slecht. Het was onveilig. De keuken was, alles was zwart. Tom, wat heb jij er allemaal van geleerd? Nou ja, je leert er superveel van, want je werd natuurlijk, ja, het was ook de eerste keer dat dit werd gedaan. En het was voor ons allemaal nieuw, dus ja, je begint echt vanaf nul en niemand heeft er nog ervaring mee. Nee. Dus ja, je leert echt van alles, ook toen we daar waren, hoe je eigenlijk moet redden in het buitenland. Sponsoring, visums, het moet allemaal geregeld worden. Ja, begin er maar aan. En Arthur, wat heb jij uit je opleiding meegenomen om in Vietnam goed te kunnen helpen? Een stukje elektro bijvoorbeeld. Een stukje bedrijfskunde wat we van tevoren al hebben gedaan, zeg maar, tijdens de voorbereiding. Wat ook in Vietnam zelf wel goed van pas kwam. Ja, wat merkte je aan de bevolking? Hoe gingen ze met je om? Nou ja, ze zijn daar echt heel open. Je merkt wel, als je heel aardig naar hun bent, zijn ze ook heel aardig naar ons. Ja, Teun, waarom is zo'n project als Vietnam goed voor een mbo-student? Daag je studenten uit. Probeer buiten die gebaande paden te gaan. Sta open voor dit soort ontwikkelingen. Daag je studenten uit. Laat ze zelf dingetjes ervaren. Laat ze zonder een tot op de puntjes uitgeschreven plan iets ondernemen. En kijken hoe het eruit komt. Dan krijg je de mooiste dingen.